Welkom bij een nieuwe aflevering van Wild Rollercoasters. Vandaag zijn we in land Eliminus Jansen. Een parkje geopend in 2016 met 1 credit met 455 achtbaan. En het is een klein parkje. Het is geen familiepark van Kals-Nemersdorf. Nou, een boerderij hier, maar het is lekker rustig vandaag, dus we gaan gauw naar binnen. Villa Volta. Dus kijk wat we. Het is dus een oude boerderij die echt omgetoverd is als pretpark. Met een kleine variatie aan attracties. Onder andere een tractorbaan. Een glijbaan. Een klein zweefmonnetje. Een achtbaan. En verder een paar aantal dieren. Zoals in alle kleine Duitse parken heb je natuurlijk sprookjesbossen, de Märchenwalden. Dan is het beweeg helaas niet meer. Nou, daar hebben we de achtbaan al. Gauw die kant op. Winken! Winken! Wee! Wee! Het is lekker, hoor. Wee! Wee! Nou, Billy de Worm is een achtbaan uit 2020, gebouwd door Curve & Cement Rides. En dat is een Big Apple Wicked Worm ook genoemd natuurlijk. Er gaat 2 rondjes en we gaan hem nou gewoon doen. Dus nemen we nu mee op Billy de Worm. Nou, we wilden rollercoasters doen, we niet alleen achtbaan, alpine coasters, rollerbaren, caravans of andere dingen, maar ook natuurlijk speeltoestellen. En ja, dit heb ik al vaker gedaan, alleen nooit met airtime heuvels. Dus we gaan eens gauw kijken hoe dat gaat. Ik ben niet af. We hebben bijna echt het hele park al gehad eigenlijk en ja, het is echt een leuk kinderpark. Het is een beetje Kals en Lemersdorf. Het is inderdaad een boerderij. Het is vrij nieuw. Het is nog maar 7 jaar oud. Het ziet er ook echt netjes uit.
Ze hadden een open plattegrond. Het is dus, vroeger was het dus altijd gratis interieur. Alleen ze hebben dus inderdaad een achtbaan toegevoegd. Een boomstel komt er nu bij. Dus is een aanbouw namelijk. Ze hebben toen een tractorvaart bij gebouwd. Nog een aantal dingen. En toen hebben ze interieur lopen vragen. Het interieur van het park is €12. Dus valt mee. Kinderen zijn €10. Dus het is echt een leuk kinderparkje. Het is aan de grens van Nederland. Het is helemaal in het noorden. Het is in Oost-Friesland noemen ze het hier ook wel. Het is hier, het is ongeveer 2 uur rijden vanuit ons huis dan. Maar het is inderdaad de weg langs zoals je dan kan eigenlijk naar boven en dan kom je er echt wel langs. Maar ja, leuk kinderparkje tot nu toe. Nou, we hebben even gevraagd, heel rustig gevraagd in het park. Dus we gaan weer de Woen beklimmen. We moeten wel een beetje oppassen hoe we lopen natuurlijk. We mogen daar een paar foto's maken voor de thumbnail. Nou, zoals je ziet, het is gevaarlijk lopen. En ik ben niet zo lenig. Als je weet. Oh. Je loopt wel heel makkelijk overheen. Ja. Ik mag dat zo. Wat? Nou, echt shout-out naar Land en Leven de Jansen dat we dat mogen doen namelijk. En hartstikke dank. Als je weet maak ik ook een YouTube video voor op Brendan Twan. Dus even op beide kanalen dit even. En dit maak ik niet vaak meer dit. Nou, natuurlijk fucking vet natuurlijk, hè. Of de Big Apple. Ik heb wel veel achtbanen gestaan, of veel achtbanen. Maar de Big Apple heb ik nog niet eerder gedaan, dat is echt wel leuk om te zien. Dat is echt shout-out naar Kanselemeris, of Land en Lemeris Jansen is het officieel. Leuk dat ze dit doen. En ik heb ook al een beetje een sneepie gehoord. Dat ze hier ook een nieuwe attractie gaan bouwen namelijk. Onder andere een nieuwe achtbaan. Dus we komen hier zeker een keer terug. Super mooi dat dat kan namelijk. Het is echt super rustig vandaag, er is helemaal niemand. Dus, maar dit was de video van Land en Lemeris Jansen. Vond je een leuke video? Like en abonneer hieronder. En vergeet het belletje niet aan te zetten. Vergeet je nooit een video van Wilde Rollercoasters. Dit is natuurlijk super vet. Er is ook een content willen we meer mee kunnen maken. Maar ik kan alleen maar als jullie abonneren en liken. Dus ik zou zeggen, tot de volgende video.